Dag, goedenavond Tom. Dag Rudy. Stemtest, want er zijn mensen die ongerust zijn dat er geen klank is. Oh, hoor je mij? Ik hoor u alleszins. Ik hoor u alleszins goed. Oké. Aan toelaten. Rudy, misschien moeten we in het vervolg een muziekje laten afspelen om het geluid te testen. Of wel een beetje... babbel. Een beetje, ja... Een beetje babbelen. Ja. Over de koetjes en de kalfjes. Heb ik Frank van Meel niet zien passeren? Wat zeg je? Frank van Meel? Heb ik die ook niet zien passeren? Ah, ik heb er niet op gelet. Ja, dacht ik. Ja, het is stilletjes aan 8:00. Er komen nog veel binnen. Ja, ik heb ook de indruk. Gaan we de 5-minuten-regel toepassen? Zullen we nog eventjes wachten? Hoorde je dat gepiep ook telkens als er bij mij geluid gaat? Wat hoor ik? Wat was dat? Dat is zo, ja, als ze aanmelden. Hè. Als ze aanmelden, heb ik een piepje. Hoorde je mijn, de piep dat ik krijg ook? Nee. Nee, dan het goed. Ik hoor enkel de piep dat ik binnenkrijg. Ja, dat is goed. Ja.
Ja. Zal ik stel ik aan mijn micro afzetten. Goed, we gaan ermee starten, denk ik zo. Welkom op de cursus eigenlijk met uitleg van het spelreglement. Het is eigenlijk een spoedcursus, want het neemt iets langer in beslag om heel uitgebreid het reglement te gaan bekijken. Dus ik heb er een aantal zaken uitgenomen om jullie dan toe te lichten. Wie ben ik? Ik ben Tom de Roek. Ik heb een aantal jaartjes als scheidsrechter gefungeerd. Waarvan toch wat redelijk jaren op nationaal niveau in Top Division 1. Ik ben ook secretaris van het departement scheidsrechters. Ik ben ook lid van de werkgroep vorming van datzelfde departement scheidsrechters. En ik ben ook referee coach. Referee coach is iemand die naar de refs gaat kijken tijdens de wedstrijd en achteraf met hen in de kleedkamer dan de wedstrijd bespreekt. In de chat, en dus je mag zeker gebruik maken van de chat, niet de VNA, maar de chat. Daar zal Rudy de Ruy jullie van dienst zijn. En ik zal ook af en toe wel eens stoppen om te vragen of dat er daar iets moet nog beantwoord worden. Ik ga proberen de chat min of meer mee te volgen. Als ik dan een vraag zie, dan kan ik die misschien al onmiddellijk beantwoorden. Wie is Rudy de Ruy? Is ook lid van het departement scheidsrechters en hij is de driver van de werkgroep vorming. Dus hij is nog altijd scheidsrechter. En ook al een heel tijdje eigenlijk. Ook zijn hoogste niveau is Top Division 1. Wil je mij dus achteraf nog bereiken? E-mailadres staat daar ook allemaal te vinden op de site van Basketbal Vlaanderen uiteraard. Zo, dat was het welkomstwoord. De PowerPoint is eigenlijk opgedeeld in 3 grote delen, of het reglement eigenlijk. Algemene zaken, overtredingen, fouten en vragen. Ik zal na elk deeltje eventjes stoppen, zoals ik daarnet al zei, om te kijken, zijn er vragen, zijn er geen vragen, dan kunnen we onmiddellijk verder. Eerst een aantal algemene zaken dat je toch een beetje moet weten als we vooral dat we echt het reglement behandelen. Er zijn een aantal zaken die hier opgeleid staan die we één voor één eventjes gaan bekijken. Eerst misschien een woordje uitleg over de indeling van onze competitie in België wel te verstaan. België en Nederland. We hebben eerst en vooral de B-Next League. Dat is eigenlijk het hoogste niveau. Dat is, zoals jullie misschien weten, een samenwerking tussen België en Nederland eigenlijk. Nog maar een aantal jaar dat is. En eigenlijk het hoogste niveau alleen in België is eigenlijk Top Division. Vroeger noemde dat nationale. We hebben daar 2 reeksen in. En 1 reeks dames. Dan hebben we het landelijke niveau, dus het niveau Vlaanderen. Daaronder hebben we het provinciaal niveau, dus elke provincie heeft nog altijd zijn eigen competities. Dus de eerste, tweede, derde, vierde provinciaal, naar gelang welke provincie dat je hebt. En dan hebben we de indeling van de jeugd. Dat gaat eigenlijk van, peanuts eigenlijk, van U8 tot U21 is dat ongeveer. Men spreekt daarbij van hogeringen en lageringen. Dus wij gaan ons eigenlijk bezighouden met de hogeringen. Ik ga straks nog iets zeggen over die lageringen.
En dan hebben we naast de gewone competities hebben we nog andere competities. Beker van België, Beker van Vlaanderen, Beker van eigen provincies. En daarnaast, dat wordt soms georganiseerd door andere organisaties, maar in samenwerking met Basketbal Vlaanderen, hebben we dan nog scholencompetitie, KWOV, vriendenclubs en zo verder. Ik heb het daar een beetje apart gezet. 3x3 maakt ook meer en meer deel uit van het basketbal. Dus zowel in de vorming als in het DS, departement scheidsrechters, hebben we het daar ook wel over. Want uiteindelijk in 3x3 heb je ook refs nodig. Goed, dus even in verband met de lage ringen. Er is eigenlijk een reglement dat een beetje apart is van het FIBA-reglement dat ik vandaag ga uitleggen. Dus er zijn een aantal uitzonderingen voor de jeugdige spelers of speelstertjes. Dat zie je hier op deze affiche staan. Die affiche kan je ook downloaden op Basketbal Vlaanderen. Daar ga ik straks nog iets meer over zeggen. Maar het is heel handig dat deze affiche bij het wedstrijdblad ligt of bij de computer ligt om het wedstrijdblad in te vullen. Zodat je weet of dat men weet welke regels dat er juist gehanteerd zijn in welke categorie. Maar wij gaan dus dit niet zozeer bespreken. Maar die regels zijn natuurlijk ook gebaseerd op alles van FIBA, het FIBA-reglement dat we wel gaan bespreken. Goed, eerst en vooral, langs de kant heb je de tafel, vermoedelijk al gezien. Er zijn een aantal zaken die daar voorzien zijn uiteraard. Hè. Meestal is daar zeker een aantekenaar. Toen nog aantekenaar, maar jullie weten meer en meer dat er een tablet gebruikt wordt en veel minder op papier weer teruggeschreven wordt. Dus meestal gaat die persoon met een tablet voor zijn neus zitten. Dan heb je iemand die de tijd bijhoudt. En iemand die de 24 seconden doet. Het is meestal wel zo dat de aantekenaar in het midden zit. Dat is meestal iemand ook van de bezoeker. Eigenlijk bijna altijd. En dan de andere twee, omdat het over de toestellen specifiek gaat, zijn dan mensen van de thuisploeg. En dan heb je links en rechts van de tafel, van de jurytafel zoals we het hier noemen, heb je de stoelen voor de vervangers. Ja. Dus als er iemand vervanging moet hebben, dan gaat hij van de spelersbank naar de X's. En daar kan hij dan gaan zitten. Dan die spelersbank. In principe is het zo. Als je aan de tafel zit en je kijkt links, daar zit normaal gezien de thuisploeg. Rechts, de bezoekers uiteraard. Het is ook zo dat als je de thuisploeg links zit, dat de thuisploeg ook opwarmt, juist voor hun eigen bank. Je mag in principe wisselen, maar dan moet er wel altijd opgewarmd worden voor je eigen bank. Dus als de bezoeker op een of andere reden links zitten, dan moeten ze wel op, dat mag, maar ze moeten opwarmen voor hun bank. Als er discussies zijn, is het heel simpel, dan is het gewoon links thuisploeg en rechts bezoekers, zo simpel zit het. Dan hebben we de spelersbank nog. We hebben een coach en een assistant coach. Ja. We hebben 7 vervangers, dat hoeven er geen 7 te zijn. Dat mag ook geen enkele zijn, bij manier van spreken. Maar liefst wel toch wel vervangers in basketbal, want dat heb je meestal wel nodig. Even te ver. Ja. Dan hebben we de ploegbegeleiders. Dus die begeleiders, dat zijn mensen die op de bank zitten. Dat kan gaan van een kinesist, een dokter, een scouter. Dat kan ook zijn iemand die daar gewoon zit. Ja, buschauffeur bij manier van spreken als ze met de bus gekomen zijn. Het is wel heel belangrijk dat die personen die op die bank zitten, allemaal minstens een licentie hebben van Basketbal Vlaanderen. Ja. Ze moeten daarom niet aangesloten zijn bij de club. De coaches en assistcoaches die moeten wel een licentie hebben, maar daar ga ik niet verder op ingaan. En die begeleiders, dat is daar niet om te supporteren. Ja. Het is zo, in de basketbal is het alleen de coach die zich richt tot de scheidsrechter en niemand anders. En dan hebben we nog natuurlijk ja, een aantal mensen op het terrein ook. En dat is dus 5 spelers die op het terrein staan. Nog een speciale geval eigenlijk is het terreinafgevaardigde. Dat is iemand van de club, die moet wel een licentie hebben die van de club zelf. En die moet ook nog meerderjarig zijn. Er zijn een aantal voorwaarden om als terreinafgevaardigde te kunnen dienst doen. Dan op het terrein, heb ik de luister al gezegd, hebben 2x5 spelers. En dan ook 2 of 3 scheidsrechters. Naar gelang. Dus in Top Division 1 gaan de meeste wedstrijden met 3 gefloten worden. BNX League allemaal met 3. Top Division 1 dames is ook hetzelfde naar gelang. De wedstrijden gaan er dan 2 of 3 zijn, scheidsrechters zijn. Playoffs gaan altijd met 3 zijn. Waarom? Het spel wordt altijd maar sneller en sneller, technischer ook. En dan is, misschien zou je zeggen, met 3 op een terrein staan om te arbitreren. Het is maar zo groot. Dat is eigenlijk wel nodig. In sommige wedstrijden is dat zeker nodig, zeker als het heel belangrijke wedstrijden zijn.
Wat hebben we dan ook? We hebben 4 periodes van 10 minuten met chronostop. Dus de bal buiten gaat, de scheidsrechter fluit. Dan gaat de tijd gestopt worden. Je ziet daar, ik heb ook heel dikwijls het symbooltje erbij gezet van stop de klok. Ja? Dus als je de scheidsrechter zijn hand naar omhoog ziet dan, ik ga het niet uitstrekken, dus moet we echt gestrekte hand zijn. Dat wil zeggen, ah, er is iets gebeurd. Dat is vermoedelijk een overtreding. Een oudbal is eigenlijk ook een overtreding. En de krono wordt gestopt. Dan hebben we uiteraard af en toe is een pauze. En je ziet het onderaan. De tijdsaandeling is misschien niet zo duidelijk. Maar we hebben het eerste kwart. Dan 2 minuten pauze. Dan hebben we het tweede kwart. Dan hebben we 15 minuten pauze. Dan hebben we het derde kwart. Die is ook duurt 10 minuten. Dan 2 minuten pauze. Vierde kwart. En dan is het spel normaal gezien. Aangezien gedaan. Ja. Dat is niet altijd zo. En als dat niet zo is, dan wordt er overtime gespeeld. Overtime is gewoon verlengingen. En tussen elke verlenging zit er 2 minuten tijd. Dus ook tussen het gewone spel, vierde kwart, en de verlenging zit er 2 minuten tijd. Dat de spelers bij de coach gaan. De coach geeft nog wat uitleg. Meestal is dat natuurlijk al heel, het is natuurlijk heel spannend, uiteraard, op dat moment. En de coach geeft meestal nog wat richtlijnen. Een overtime duurt ook 5 minuten. Wanneer start de tijd dan eigenlijk? Ik heb gezegd, als hij stopt, de reisgeiter gaat zo een teken doen in die zin, hand naar beneden, en vanaf dan start de tijd. Ja. Heel dikwijls is dat ook samenhangend, of eigenlijk altijd samenhangend, als dus de bal geraakt wordt op het terrein door een speler. Het speelveld, afmetingen, moet je eigenlijk niet weten, want die worden allemaal gekeurd door een instantie. Dan heb je de ring op 3,05 meter. Dus ik spreek nog altijd wel degelijk van hoge ringen. Dus vanaf U14 eigenlijk. En alles wat er boven zit. Dan in het rood. Met zo'n lijntje die nogal een beetje scheef gedrongen. Dat is de halve cirkel van het driepuntgebied. Die ligt op 6,75 meter. Dat is de rode lijn. Dan heb je het beperkte gebied. Of de bucket, zeg men dikwijls ook. Dat is het hele stukje op de tekening. Ja. Dan heb je de de beperkte gebied heb ik gezegd, de no-charge semicircle, dat is onderaan, heb je zo een heel vakje staan, ja, daar, dat is het no-charge semicircle. En dan hebben we in de middencirkel, hebben we dan het blauwe gedeelte, met dan, ja, de middencirkel die maar 1 keer gebruikt wordt, uiteraard. Dan hebben we het, links hebben we het inworpstreepje, dat is de rode cirkel. En ik ga eventjes onderbreken, want ik ben niet zeker. Ja, Tom, ik hoor u nog altijd. Ben terug hoorbaar? U bent hoorbaar, altijd hoorbaar geweest. Eventjes met een hapering. Ik kreeg een melding dat ik even weg was. Ja, een kleine hapering is er geweest. Ja. Zijn we weer terug. Oké, prima. Goed, dus nog even inworpstreepje. Dat is dan die rode cirkel. Dat komt straks wel nog eens terug. Dan, de wedstrijd begint altijd, maar dan ook altijd met een sprongbal. In het midden van de cirkel. Ja, zoals je ziet, de scheidsrechter gooit de bal omhoog. Hoe hij dat doet, maakt niet uit. Hij moet hoog genoeg zijn. En dan springen natuurlijk meestal de 2 grote spelers. Grootste spelers, of die de best kunnen springen. En dan wordt de bal getikt. En op een gegeven moment heeft bijvoorbeeld ploeg A balbezit. Hebben dus de bal. Wat gaat er dan gebeuren met de pijl? Die wordt gezet in de richting van het doel van ploeg B. Dat wil dus zeggen, als er dan een sprongbalsituatie is, wat situatie is waar ik straks even ga over hebben, dan gaat dus ploeg B die bal krijgen. Dus bij de pijl is eigenlijk, gaat de tafel dat voor zich nemen. Het is natuurlijk wel aan de scheidsrechter om ook eens te kijken of die pijl in de juiste richting gezet wordt. Dat is niet altijd evident. Goed. Sprongbalsituatie. Je ziet die scheidsrechter dit doen. Ja. Dat wil eigenlijk zeggen, er is bijvoorbeeld een bal vast. Dat is een van de mogelijkheden. Dus te zien, kan nog iets anders zijn. Dat zit er ook bij, bijvoorbeeld, de bal zit klem tussen het bord en de ring. Dat kan gebeuren.
Dus bijvoorbeeld die bal gaat naar de ring en ja, die blijft tussen bord en de ring zitten. Dat gebeurt wel eens. Dat is ook een sprongbalsituatie. Ook, wat kan er ook gebeuren? De scheidsrechters die twijfelen. Bijvoorbeeld, ja, de bal gaat buiten en die heeft zojuist al, ja of nee, nog iemand geraakt. Goed, de scheidsrechters komen dan eventueel samen en dan zeggen ze, ja, ik heb niks gezien en de ander heeft ook niks gezien. Oké, dan gaat men dit signaal doen en zeggen van, kijk men naar de pijl aan de tafel en dan ziet men, ah, het is richting het ploeg A of richting ploeg B. Voilà, en dan krijgt hij de bal en dan wordt de pijl eens ingeworpen, wordt de pijl verdraaid terug naar het richting doel van de dingen. En richting doel is eigenlijk gewoon richting spelersbank voor een stukje. Nee, de richting is gewoon aan de tafel. De richting aangeven. Dus de scheidsrechters moeten gewoon even naar de tafel kijken, naar die pijl, en dan zien ze perfect, ah, we moeten naar links of naar rechts verder spelen. Ja. Dus die twee duimen, dat is niet dat het goed gespeeld is, maar het is gewoon een sprongbalsituatie. Dan hebben we onze vervangingen en de time-out. Time-out, dat is zoiets in teken. Vervanging, dat is eigenlijk dit. En dan gaat de scheidsrechter de speler wenken. Goed, time-outs. Dan gaan de spelers bij de coach en dat kan maximum vijf keer gebeuren gedurende een wedstrijd, een normale wedstrijd van te verstaan. Bij verlengingen, krijgt men per verlenging nog één time-out extra. Vervanging mag zoveel gebeuren als je wilt. Ja? Uiteraard, alleen als de scheidsrechter gefloten heeft, dan gaat de tafel een signaaltje geven en kijkt de scheidsrechter van, kan dat die vervanging of niet? En dan gaat er vervangen worden en is geen probleem. Dus bij een oudbal gaat dat altijd, bij een fout gaat dat altijd. Kan ook soms gebeuren bij een score. Dus bijvoorbeeld ploeg A scoort. Goed, op dat moment kan ploeg B een time-out aanvragen. Ja. Als ploeg B gedaan heeft met de time-out, dan mag wel ploeg A ook zijn time-out aanvragen. Wil ploeg B dan nog een aanvragen, dan moet die nog een aanvragen. Tot wanneer ze op zijn. Ja. Maar als ploeg A scoort, mag ploeg A geen time-out toegekend krijgen. Mocht dat per ongeluk toch gebeuren, dan gaan de scheidsrechter dat vlug inzien en zeggen, oh, dat kan niet, terug verder spelen. Voor de vervanging is er ook een speciaal. Ploeg A scoort de laatste 2 minuten. Ploeg B kan dan uiteraard een time-out aanvragen, dat konden ze al heel wensen, maar ook vervangen. En dat is iets speciaals in de laatste 2 minuten. Dus de ploeg tegen wie gescoord is, kan dus in de laatste 2 minuten ook vervangen. Het is wel zo, als ploeg B iemand vervangt, heeft ploeg A ook het recht om iemand te vervangen. Dus dat is wel mogelijk. Goed. Als de ene ploeg, dus zoals ik daaruit al zei, toelating krijgt voor een time-out of een vervanging, krijgt de andere ploeg dat ook. Maar dat moet allemaal niet te lang duren. In principe, bij vervanging moeten spelers op de stoel zitten. Natuurlijk, als het heel onverwacht gebeurt, dan kan er iets meer tijd, maar normaal, in principe moet de vervanging binnen de 15 seconden gebeurd zijn. Ja, wie wint nu de wedstrijd? Eerst en vooral, je kan dus 1, 2 of 3 punten maken. Je hebt dus bij de vrijworpen, als er dus op een shot een fout gemaakt wordt bijvoorbeeld, dan gaat er, en de bal gaat binnen, worden er 2 of 3 punten toegekend en nog 1 vrijworp. Okay. Als gewoon bijvoorbeeld, ja, op een shot gaat niet binnen, dan zijn er 2 vrijworpen of 3 vrijworpen naar gelang van waar de bal vertrokken is. Of waar de speler stond eigenlijk. Dus het 2-puntsgebied is eigenlijk het witte gebied. En het 3-puntsgebied is het grijze gebied. Als de speler bij een shot op de 3-puntlijn staat, is het een 2-punter. En geen 3-punter. Er is altijd een winnaar, uitgezonderd bij de jeugd. Bij de jeugd, ja, die spelen constant naar elkaar op een dag. Dus dat zou heel raar zijn, moesten er 2 verlengingen zijn. Zou dat veel te veel uitlopen. Dus bij de jeugd zijn er geen verlenging. Alleen als het gaat over bekerwedstrijden, dan moet er een winnaar zijn, ja, want dan moet iemand naar de volgende ronde gaan. En in dit geval ja, is er dus wel een verlenging. Ik heb er juist nog gezegd, een verlenging tot wanneer er een winnaar is. We beginnen met 5 minuten en we spelen altijd naar hetzelfde doel. Dus is er een eerste verlenging, ja, dus hetzelfde doel als in de 4e kwart bedoel ik dan. Dan gaan we in 5 minuten naar hetzelfde doel spelen. Daarna 2 minuten pauze, weer 5 minuten, tot wanneer er een winnaar is. Ja, dus uitgezonderd natuurlijk, zoals ik daar juist al zei, bij de jeugd. Goed, dan ga ik al even onderbreken om te horen of dat Rudy vragen heeft kunnen beantwoorden. Ja, er was een vraag over terreinafgevaardigden, dus de taak, als dat verplicht was. Ja, dat is inderdaad verplicht.
En de terreinafvoerwaarde die moet meerderjarig zijn, aangesloten bij de club waarbij dat hij op de bank zit of wat hij voor afgevaardigde is. Ja. En wat het zijn taak eigenlijk is, in feite moet hij de scheidsrechters ontvangen, de sleutel van de kleedkamer geven aan de scheidsrechters, de sleutel ook ontvangen na de wedstrijd, en in het ergste geval de scheidsrechters beschermen in geval van incidenten of overrompeling van het terrein, hetgeen dat we altijd proberen te vermijden uiteraard. Ja. En dan was er ook nog een vraag over het wisselen balbezit. Mm-hmm. En dat altijd aan de sprongbal moet. En ook tussen de periodes, bij periode 1 en tussen periode 1 en 2. Na de inworp voor de volgende periode zal de pijl ook wisselen. Ja, ja inderdaad. Dat heb ik misschien even weten te vermelden. Dat is bij het begin van elke quarter gaat er gekeken worden naar de pijl, naar tafel, en in die richting wordt er dan begonnen. Dus alleen in het begin van de wedstrijd is de sprongbal, en al de rest van de inworpen hangt dan van het begin van de quarters, ook verlenging, hangt af van de richting van de pijl. En dan is hier nog een vraag over vrijworpen, maar dat komt nog aan bod, denk ik. Ja, dat komt straks nog aan bod. Ja, terreinverantwoordelijke is ploegverantwoordelijke, dat kan je er eigenlijk mee vergelijken. Ja. Wat is te zien, ja, alhoewel. Soms zijn sommige clubs noemt men een ploegverantwoordelijke, maar het terreinverantwoordelijke die staat officieel ook op het wedstrijdblad. Ja? Dus is dat de ploegverantwoordelijke die aangeduid van de club? Oké, dat kan, maar het hangt een beetje van de clubs af, vermoed ik, hoe dat zij dat zien. Goed, dan gaan we verder. Oké, overtreding. Overtreding heb ik er juist al gezegd. De scheidsrechter gaat zijn hand zo omhoog houden. Volledig omhoog wel te verstaan. Met de vlakke hand, dan weet ook iedereen die aan tafel zit dat de chrono moet gestopt worden. Ook de 24 seconden of 40 seconden moeten gestopt worden. En dan gaan we kijken wat er aan de hand is. We hebben hier hele reeks overtredingen onder elkaar staan. Daar gaan we dus eens één voor één mee beginnen. En eigenlijk binnen of buiten, als de bal buiten is, is in principe in basketbal ook een overtreding. Nu, hoe weten we of dat iemand binnen is of buiten de lijnen? Als je op de lijn staat, dan sta je buiten. Dan sta je in het terrein en sta je met een deeltje van je tippen op de lijn, dan sta je buiten. Het omgekeerde, als je buiten staat en je staat op de lijn, dan sta je nog altijd binnen, nog altijd buiten, dan sta je niet binnen geweest. De plaats van de speler of de scheidsrechter bepaalt of de bal buiten of binnen is. Dat wil dus eigenlijk zeggen, als de speler binnen staat met de bal en hij houdt die bal zogezegd over de lijn, we gaan er straks een paar voorbeelden van zien, dan is die bal binnen. Dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde als in voetbal, in basketbal. Komt de bal tegen een scheidsrechter die buiten staat, dan is de bal buiten. Komt de bal tegen een speler die buiten staat, is de bal ook buiten. Ja? Ik ga er straks nog wel een paar voorbeeldjes geven. Het bord, de bovenkant, de zijkanten en de onderkant, dat is binnen. Zo wil dat soms zeggen, de bal botst op de ring, die botst op de bovenkant van het bord en die valt achter het bord naar beneden zonder iets anders te raken en die komt mooi in het terrein terecht, dat kan gebeuren, dan is die bal gewoon binnen. Ja, veel spelers gaan dan aarzelen of dat ze moeten verder doen of niet, dat is gewoon verder spelen. En zolang dan scheidsrechter niet fluit, is het verder spelen. Ja, dat is altijd belangrijk om te weten, als er geen signaal komt van de scheidsrechter, moet je gewoon verder doen. Dus alle onderdelen van het bord, dus de achterkant bij andere woorden, of waarmee het bord vasthangt, of het de staandes waarop het staat, dat is allemaal buiten. Ja. Goed, en dan inworp, waar gebeurt die? Ja, eigenlijk is dat simpel. Waar de bal buiten aan is, gaat de inworp gebeuren. Ja. Behalve dat juist onderdring. Je ziet dus dat blauwe trapezium staan. Daar kom ik straks nog even op terug. Dus dat is belangrijk ook bij de inworp bij fouten. Dus je ziet daar ook de twee scheidsrechters staan. Dat is een normale positie. Dus de bal gaat onderaan buiten. Als dat is onderring, wordt het ofwel links ofwel rechts van de ring ingeworpen. Goed, een praktisch voorbeeld. Ja, praktisch. Ik heb geen beeldmateriaal ingezet, omdat het anders heel dikwijls is gehaperd. Dus het is een beetje aan de hand van tekeningen of foto's. Wat gebeurt er? De hele speler nummer 8. Je ziet langs de linkerkant inbounds staan. En out of bounds, dus inbounds in het terrein, uit het terrein. De lijn is gewoon het veld, de lijn van het veld. Dus nummertje 1, hij springt op vanuit het terrein, is in de lucht
En op dat moment neemt hij de bal vast en hij trekt die bal naar binnen. Die bal is al losgelaten, is misschien al op het terrein gebotst, maakt allemaal niet uit. Dat is nummertje 3. En nummertje 4, als die bal los is, landt hij buiten het terrein. Sorry. Dat is geen overtreding. Ja, dus de bal blijft binnen. Dus wel de voorwaarde. Dus eerst springen van in het terrein, de bal aanraken, de bal naar binnen trekken, de bal lossen, dan zitten we bij puntje 3. En dan landen zonder dat je de bal nog raakt, dat is perfect mogelijk in het basketbal. Ja, dus die bal is binnen. Nog een voorbeeldje. Je ziet, pas op, de lijnen zijn nu al juist omgekeerd. Dus inbounds staat nu rechts, out of bounds staat nu links. Dus de speler geel springt vanuit inbounds, nummertje 1. Hij springt naar omhoog. Hij krijgt de bal terwijl hij aan het springen is. En tegelijkertijd, bijna onmiddellijk dan, puntje 3, gaat hij de bal terug in het veld gooien. Ja? En dan pas, puntje 4, landt hij buiten het terrein. Dat is perfect mogelijk. En dat gebeurt ook wel eens tijdens een wedstrijd. Dus ja, opspringen van in het terrein, de bal ontvangen, de bal weer wegdoen en dan landen, perfect mogelijk. Wat er niet mogelijk is, dat is de tekening rechts, zie je de zwarte schoenen staan. Dus de speler gaat vanuit het terrein, van buiten, omhoog springen. Hij ontvangt de bal bij puntje 2 en hij landt dan bij puntje 3. Dan zie je ook dat het rode schoenen zijn deze keer. Dat is dus een overtreding. Ja, eigenlijk van als de speler die opspringt uit 1 de bal ontvangt, is het eigenlijk al een overtreding en kan de scheidsrechter al fluiten van als de bal bij de speler is in puntje 2. Goed, dus dat kan niet. De speler moet eerst in het veld staan en dan de bal krijgen. Dat gebeurt wel eens bij een inworp dat daar een foutje gemaakt wordt door de spelers, en zeker bij de jongere spelers. Tellen. Scheidsrechters moeten minstens tot 3, 5 en 8 kunnen tellen. 3 seconden mag je in het beperkend gebied staan. Dat is dus die in een bucket waar ik verder juist van sprak, het groene gedeelte. Je kan daarin staan. Meestal zijn de grotere spelers dan er natuurlijk in staan. Hoe ga je eruit? Je bent er pas uit als je met beide voeten uit de bucket bent. Ja? Dus je gaat beide voeten uit de bucket, dan kan je er weer in komen. Dat is eigenlijk de manier van werken. Er zijn nog wel meer reglementeerloon, maar dit is de inputcursus, gaan we dat daar niet verder op ingaan. 5 seconden heb je om in te werpen. Dus je staat buiten het terrein, je krijgt de bal van de scheidsrechter en de scheidsrechter begint eigenlijk al te tellen. Ja. Met vlakke hand of niet. En je moet binnen de 5 seconden die bal weggeworpen hebben of naar een speler. Doe je dat niet, dan gaat de scheidsrechter ook terug dit teken doen en dan gaat hij er dit bij doen. Een 5 wil zeggen, dat is een 5 seconden overtreding. Wanneer heb je nog 5 seconden? Je staat op het terrein, je krijgt de bal. Dan heb je eigenlijk 5 seconden om te starten met dribbelen, te passen of te shotten als je onder druk staat. Dat wil dus zeggen, als er een speler op u aan het verdedigen is, ja, en die staat terecht, gaat de scheidsrechter ook tellen. Sta je na 5 seconden altijd met die bal in je handen, dan gaat hij weer hetzelfde fluiten. Zou je zeggen 5 seconden en de bal is dan voor de andere ploeg. Sta je volledig alleen op het terrein en staat er binnen 2-3 meter niemand anders en heb je daar de bal, dan mag je daar in principe blijven staan tot wanneer de shotklok gaat aflopen. Ja? Dat gebeurt natuurlijk niet, maar ja, dan heb je dat echt wel. Maar het gaat pas beginnen tellen, de scheidsrechter, als er echt verdedigd wordt op de speler met de bal, die de bal dan vastgeeft natuurlijk. En dan heb je de 8 seconden. Basketbal moet een beetje attractief zijn en moet eigenlijk een beetje vlug gaan. Daarom heeft men die 8 seconden in hun voet. Dus je hebt 8 seconden om van je verdedigende helft naar je aanvallende helft te gaan. We spreken van backcourt, verdedigend, frontcourt, aanvallend. Dus de aanvallende ploeg moet binnen de 8 seconden over de middenlijn zijn. Daar komt het eigenlijk grotendeels op neer. En het zijn ook de scheidsrechters die dat tellen. Heel dikwijls kan je dat ook wel afleiden als het 24 seconden apparaat zichtbaar is, of dat het klopt. Dus van als men daar aan 24 seconden aan 16 zit, ja, dan kan de scheidsrechter fluiten. Hij doet weer hetzelfde, dus beginnen met overtreding. Maar deze keer is het geen 5 seconden overtreding, maar een 8 seconden overtreding. Dus dan gaat hij dit doen. Hij of zij trouwens, want we hebben ook een aantal vrouwelijke scheidsrechters en we hopen er nog wat meer te kunnen recruteren binnenkort. Dan over de 24 seconden ga ik het niet te lang hebben.
Waarom? Er zijn daar heel wat uitzonderingen en specifieke regels, maar dat is eigenlijk eerder voor een cursus van official of voor tafelofficial, want die zijn er ook, die doen we ook. Er zijn hier en daar cursussen voor tafelofficials en eigenlijk is er normaal gezien eentje per provincie. Je vindt dat, oftewel ga je club daar, u daar misschien wel op de hoogte brengen, ofwel moet je regelmatig eens kijken naar de agenda op Basketbal Vlaanderen. En daar krijg je heel uitgebreid hoe dat die 24 seconden in elkaar zit met alle uitzonderingen. Het principe is eigenlijk simpel. Binnen de 24 seconden moet de aanvallende ploeg scoren of moet de bal de ring geraakt hebben. Voilà, dat is eigenlijk het principe. Goed. Dus een ploeg A heeft gescoord, ploeg B pakt de bal, ze gaan inwerpen achter de eindlijn en vanaf dan, als de inworp gebeurd is, vanaf dan hebben ze 8 seconden om over te komen en tegelijkertijd begint ook de 24 seconden te lopen om daarmee aan de gang te gaan. Ja. Dat is eigenlijk het principe. Nu, wat moet er gebeuren? Ploeg B staat dus op de aanvallende helft en op een gegeven moment nemen ze een shot. Ja, shot raakt erin. Ja, dat is goed. Dan is die 24 seconden is dat goed geweest. Dus dat moet gebeuren voor het signaal. Maar wat kan er ook gebeuren? Het shot is weg en het signaal van de 24 seconden gaat. Dan zijn er een aantal mogelijkheden. De bal gaat binnen. Ah, geen probleem. Dan gaat ploeg A inwerpen. De bal gaat niet binnen, maar hij botst op de ring. Ook geen probleem. Want hij heeft de ring geraakt. Ook dat, ja, juist nadat het signaal geweest is. Hij was niet meer in de handen de bal van de speler van ploeg B. Dus ook geen probleem. Nu, we moeten wel kijken wat er gebeurt. Gaat die bal op de ring? Ja. En is de rebound terug voor ploeg B? Dan hebben zij 14 seconden voor de nieuwe aanval. Gaat die bal op de ring? En is het dan ploeg A die dan de bal krijgt? Dan hebben zij 24 seconden om terug naar de overkant te trekken. Shot ploeg B de bal binnen. Ploeg A neemt de bal, gaat ook inwerpen. Dan hebben ze ook terug 24 seconden om verder te gaan. Ja? Bij een inworp, bij een rebound of inworp na scoren in verdedigingsvak gaat er ook altijd 24 seconden zijn. Ja? In het aanvallend vak gaat het vooral ook 40 seconden zijn, een nieuwe 40 seconden na een rebound. Goed. Dus in de documentbibliotheek, dat is op Basketbal Vlaanderen die je te vindt, bij de spelregels staat dus nog eens een hele uitleg van de 24 seconden. Maar als je dit al mee hebt, dit stukje eigenlijk, dan weet je eigenlijk al bij de meeste gevallen wat er gaat gebeuren. Wordt er een nieuw, krijg je dus bijvoorbeeld, ik zie het voorbeeld hier verschijnen in de chat. Ploeg A gooit mis, B heeft de rebound en dan krijgen ze balbezit. Ja. Maar A doet dan een steal, hoeveel seconden heeft A, die hebben ze dan op dat moment 24 seconden. Ja. Op dat moment hebben ze dan 24 seconden, omdat dat een nieuw balbezit is terwijl de wedstrijd bezig is. Gaat die bal op dat moment, of ging die juist buiten, dan hebben ze maar 14 seconden bij de inworp. Goed, dan zie ik een vraagje verschijnen die ik straks ga beantwoorden. Eerst iets over pivoteren. Het bovenste stukje, dat is een uitleg die in het reglement staat. Ik heb dat iets versimpeld, dat is eigenlijk simpel. Wat is pivoteren? Eén voet blijft op zijn plaats staan. Ja? En met de andere voet mag je je verplaatsen. Dus daarmee mag je zo'n beetje rond dansen, draaien, hoe dat je het ook noemt. Bijvoorbeeld dat spelertje die daar staat. Die staat met zijn beide voeten op de grond. Dan mag hij kiezen welke voet dat hij gaat laten staan. Als het zijn rechtervoet is, okay, dan mag hij met zijn linkervoet ronddraaien. Dus in de cirkels. Als het zijn linkervoet is, dan moet zijn linkervoet blijven staan. Dat is omgekeerd. Ja? Heel belangrijk. Eens dat je een pivotvoet gekozen hebt, kan je niet meer veranderen. Dus eerst dat je beslist dat je linkervoet je vaste voet is, je pivotvoet, dan moet die blijven staan. Ja? En dan mag je met de andere, geen probleem. Ook bij die andere tekeningen zie je dat, dus naar gelang welke voet dat je kiest, dat de voet moet blijven staan. Ja? Dat is pivoteren. Dat pivoteren, wat wanneer gebeurt dat? Bijvoorbeeld als men een bal heeft en er is een verdediging, dan gaat men een beetje draaien, maar dan moet één voet blijven staan en met de andere mag je dan perfect je verplaatsen. Nu, je verplaatsen, dat doe je door te dribbelen. Of natuurlijk, als je geen bal hebt, kan je ook natuurlijk gewoon lopen. Een manier om zich te verplaatsen is dus een dribbel. En tussen elke dribbel kan je een onbeperkt aantal stappen zetten. Dat staat niet ergens in het reglement.
Het enige dat je moet opletten, ja, die bal, je hand moet altijd boven de bal zijn. Dus dit mag perfect. En dat mag zelfs boven je hoofd zijn. Ja? Dit mag niet. Je mag geen bal dragen. Dus je mag niet met de bal in je hand zitten. Op die manier kan je niet dribbelen. Of zo, sommigen doen dat ook. Je mag de bal niet scheppen. De bal moet altijd boven de hand zijn. Dus ook mag, je mag hoog drillen, geen probleem. Heel laag, maakt allemaal niet uit. De hand moet boven de bal zijn. Wanneer moet je nu starten met dribbelen? Hebben we juist gezegd. Dat komt daarvoor hebben we die pivotvoet nodig. Je mag je pivotvoet pas optellen als je bal je hand verlaten heeft. Dus wil je starten in dribbel, dan ga je meestal je pivotvoet laten staan. De andere voet zet je al neer en dan ga je je bal lossen. En op dat moment mag je met je pivotvoet omhoog komen. Ja. En doe je dat niet, of doe je dat vroeger, ja, dan ga je een loopfout maken. Dus eigenlijk, de bal in de hand, je zet je eerste stap. En vanaf dan moet je bal los zijn, vooraleer dat je pivotvoet uitkomt. En wanneer stop je met dribbelen? Ja, daar komt een einde aan als de bal rust in beide handen. Of in één hand, kan ook. Dus als je dus gedribbeld hebt, op een gegeven moment neem je die bal zo vast, ja, dan mag je niet meer herbeginnen. Dat is hetzelfde of je dan niet zo vasthoudt of met twee handen, maakt eigenlijk totaal niet uit. Wanneer eindigt je een dribbel? Ook als je dus hebt gedribbeld en je shot. Hup. Of je geeft een pas. Ja. Eens dat je gestopt bent, kan je niet meer herbeginnen. We hebben daar ook een aantal signaaltjes voor. Als je een dubbel dribbel doet, bijvoorbeeld je stopt met dribbelen, zie je heel dikker bij de jeugd nog, en ze pakken de bal en ze beginnen nog een keer. Dat is een dubbel dribbel. Dan gaan we een eerst signaal overtreding en zo doen. Ja. Dat wil zeggen dat er een dubbel dribbel is. Een loopovertreding, dat is dan bijvoorbeeld, iemand vertrekt in dribbel, maar die bijvoorbeeld is veel te laat losgekomen, veel te vroeg losgekomen, veel te laat eigenlijk. Dus dan ga je per se A, overtreding, maar met de armen zo ronddraaien. Dat is een loopovertreding. Of men heeft te veel stappen gezet, of weet ik veel wat er kan gebeuren. Ja? Dat zijn de dribbelregels. Nu, hoeveel stappen mag je dan zetten als je dan toch in beweging bent? Heel klassiek is de lay-up. Dus iemand gaat naartoe, neemt de bal en dan... Tot een aantal jaar geleden was de logica 1-2. Dus een lay-up bestond uit één stap en nog een stap. Ja. Een tijdje terug is dat er 0 stap bijgekomen. Dat wil dus zeggen, als jij nog met je ene voet op de grond staat en je hebt de bal al, dan mag je nog 1-2 stappen zetten. Ja. We hebben dat een nulstap genoemd, omdat als je in de lucht bent en je krijgt de bal, je mag je nog 1, dan ga je landen en dan mag je nog een stapje zetten. Dus 1, 2. Straks hebben we daar een fotootje van, of een aantal foto's, dat misschien makkelijker gaat uitleggen. Wat wel verboden is, dat is hinkelen. Dus je moet links, rechts doen. Ja? Of rechts, links. Of als je stilstaat, links, rechts, links. Of rechts, links, rechts. Maar je mag niet bijvoorbeeld rechts, rechts, links doen. Dat mag niet. Dus je mag geen hinkel doen. Je moet altijd afwisselen van voet. En het meest duidelijke vermoedelijk ga ik hier wel zien. Dus de groene speler zet een, we noemen dat een nulstap. Dus je ziet, hij krijgt de bal terwijl dat zijn rechtervoet nog op de grond staat. Dat is een nulstap. Dus dat wil zeggen dat hij nog 2 stappen mag zetten. En dat doet hij dan ook. Hij gaat dan met zijn linkervoet, ja, zijn linkervoet staat nu en zijn rechtervoet is in de lucht. Je gaat die wel binnenkorten. En dan in de volgende stap gaat hij zijn rechtervoet neerzetten. En dan gaat hij, je ziet daar het cirkeltje van de semicircle. Dat wil zeggen dat hij heel dicht onder het doel is. En vermoedelijk gaat hij de bal in het doel werken. Ja? Dus terwijl de voet nog op de grond staat, nul stap. Dan gaat hij dus met zijn rechter links een stap zetten. Rechts een stap. En dan hup, naar omhoog om te scoren. Ja, coaches moeten daar natuurlijk ook heel goed op letten, dat, want je kan met een nulstap heel wat terrein willen winnen ten opzichte van een 1-2 stap. Ja, dus eigenlijk moet je spelers aanleren om je bal te ontvangen terwijl er één voet op de grond is, zodanig dat je dus kan gebruik maken van de 0 en dan 1-2 stap. Als je in de lucht bent, ja, dan heb je gewoon, ik leg de bal in de lucht, dan is het 1-2 landen. Dat is eigenlijk het verschil. En in afstand kan dat nog wel een beetje een verschil maken. Goed, ik had die opmerking juist in de chat ook zien verschijnen. Niet terug naar de verdedigende helft. Eens in het aanvallend vak, frontcourt, blijf je in het aanvallend vak. Dus op de linker tekening zie je de V en de A van verdedigend vak en aanvallend vak. Wat gebeurt er? Het zijn twee spelers van de hele ploeg.
De linkerspeler springt op vanuit zijn verdedigend vak. En terwijl hij in de lucht is, ontvangt hij de bal van zijn ploegmaat, die al in het aanvallend vak staat. Je ziet het al aan de rode schoenen die eronder staan. Dat is een overtreding. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat er nu van buiten zou komen. Dat is juist hetzelfde. Dat zou ook niet mogen. Dat is ook een overtreding. Wat mag er dan wel? En dat is aan de rechtertekening. De hele speler, de linkse hele speler, springt op vanuit het aanvallend vak. Dat is, ja. Je krijgt nog een pas. Ja, dat is niet echt slim, maar bon. Je krijgt nog de pas van zijn ploegmaat. En je krijgt die bal terwijl hij in de lucht is. En terwijl hij ook in de lucht is, had hij die een bal terug naar zijn aanvallend vak gooien. En dan landt hij in het verdedigend vak. Je ziet al aan de groene schoenen, dat is perfect mogelijk. Dat is ook een beetje zoals de bal binnenhouden eigenlijk. Dat kan je daarmee vergelijken. Ja. Wanneer ben je in het aanvallend vak met uw bal? Dat is als je met beide voeten en de bal in het vak bent. Dus je begint te dribbelen vanuit je verdedigend vak. Je staat nog in je verdedigend vak met een bal, ben je al aan het dribbelen op het aanvallend vak, dan mag je nog altijd terug. Of je staat bijvoorbeeld al met je twee voeten in het aanvallend vak en je bent nog altijd aan het dribbelen op het, in het verdedigend. De bal is dus nog altijd verdedigend, maar hij nog altijd verdedigend. Pas als je met de bal en de twee voeten in het aanvallend vak bent, dan ben je aanvallend en dan mag je niet meer terug. Als je het soms in het publiek hoort roepen, het is een retour, dat is eigenlijk terug naar verdedigende helft. Ja. Ik heb daar nog een paar fotootjes van. Eerste linkerfoto, eigenlijk om te beginnen, de scheidsrechter staat verkeerd. Die moet eigenlijk staan waar de pijl hier eindigt, dus langs de rechterkant van de rode speler 7 zou hij eigenlijk moeten staan. Goed, dat is even te zijn. En je ziet, hij doet wel zijn signalisatie goed. Hij houdt zijn handen in de lucht om de time-in te doen. En hij is ook bezig aan het tellen. Dus dat was al positief. We gaan ons vooral richten op de rode speler die in de binnencirkel staat. En met ook de oranje cirkel rond. Dus wat doet hij? Hij staat dus op zijn aanvallend vak. Speler 7 gooit de bal naar hem toe. En dan in de tweede foto zie je, hij is opgesprongen vanuit zijn aanvallend vak. Hij raakt in een bal. Voorlopig is er nog geen enkel probleem. Dus de scheidsrechter moet zeker nog niet fluiten. Wat gebeurt er dan? Volgende dia, links. Diezelfde speler die dus juist opgesprongen was, die landt. Dat is een probleempje als hij landt. Je ziet zijn linkervoet staat nog in zijn aanvallend vak, maar zijn rechtervoet staat in het verdedigende vak. Dat wil dus zeggen dat hij van aanvaller terug in het verdedigende vak gekomen is. Dat wil dus zeggen dat dit de terugkeer is in de verdedigende helft. Trouwens, de middellijn die maakt deel uit van het verdedigende vak. Ja, dus als je als aanvaller op de tenen op de middellijn staat, dan ben je eigenlijk de bal dan krijgt bij een overtreding. Dus je ziet, maar je zet er hier een heel stukje in. Dat wil dus zeggen, dat is een truus. In principe moest onze ref fluiten. Maar dat zie je in foto 4, zie je, de speler mag gewoon verder dribbelen. Dus eigenlijk had de scheidsrechter moeten fluiten voor terug speelbal of terug in de verdedigende helft. En wordt dit gedaan, en laat de scheidsrechter zo een teken doen. Dat wil zeggen, voilà, de bal is verkeerd gespeeld. Goed. Dan hebben we het over goaltending en interference. Ik heb daar een paar fotootjes staan, die gemakkelijker te interpreteren zijn, denk ik. Tot wanneer mag je een bal wegtekenen? Allee, dat is tot op het hoogste punt. Bijvoorbeeld bij het shot, bij die tekening die er staat. Speler heel is aan het shotten. Die bal is in de lucht. Ja. En tot aan het rode streepje, oranje streepje, tot daar mag de bal gespeeld worden. En dan gaat die bal naar beneden. En dan zie je die rode speler de bal raken in dalende lijn. Dat is een overtreding. Dat wil dus zeggen dat de scheidsrechter gaat fluiten. En meestal, als dat een twee-punt shot is, 2 punten toekennen. Of als het 3 punten zijn, gaat hij 3 punten toekennen. Dan de tekening uiterst rechts. Wat gebeurt er daar? Speler heel shot. Die bal komt eerst tegen het bord. En dan gaat speler 8 rood die bal proberen weg te tikken. Dit mag ook niet. Dus zolang dat die bal in stijgende lijn is naar het bord, mag die gespeeld worden. Eens dat hij het bord geraakt heeft, moet speler achter afblijven. Hij doet dat nu wel, hij raakt hem dus wel. Dus met andere woorden, gaat de scheidsrechter terugfluiten en zeggen, dat is een overtreding. Je mag ook niet op het bord slaan.
Dus als dat toch gebeurt, als er op het bord geslagen wordt en daardoor gaat hij een bal, of die ging binnengaan naar het oordeel van de scheidsrechters, dan zeggen die ook fluiten en dan zijn het 2 of 3 punten. Naar gelang van waar het schot vertrokken was. Wat mag je ook niet doen, dat is door de ring reiken. Dat zou anders gemakkelijk zijn. Bij elk shot gaat er iemand, ja, de meeste, heel wat spelers die door de ring kunnen, zo even dit doen, ja, gaat hij nooit binnengaan. Hè. Gaan we geen wedstrijd, gaan we wedstrijden, nee, we hebben die op 10 punten eindigen. Dus dat mag uiteraard ook niet. Ja. Dus mag je hand niet door de ring steken. Ik zie nog iets verschijnen in de chat, dat misschien nog verduidelijking vraagt. Dus het mag wel degelijk dat, dus als bijvoorbeeld dit was nu inderdaad, die van die foto's was inderdaad bij het begin van het nieuwe kwart. En dan kan je ofwel, je ziet, staat de speler 7 rood, staat met zijn linkse voet in het aanvallend vak en draait het ook in het verdedigende vak. Maar dat is belangrijk als je de pas geeft. Hij mag die dus inderdaad naar het verdedigende vak geven. Maar die moet die speler ook in het verdedigende vak staan. Hier is het probleem dat die ene speler die de bal krijgt, gesprongen is in zijn aanvallend vak. En dan is hij aanvallend. Dus het is de speler die telt. En landt hij dan? Ja, dan is hij aanvallend. En hij blijft aanvallend. Jammer genoeg. Ja? Dus vandaar dat hier wel degelijk een overtreding is. Dus je moet er heel goed op letten, ook bij jonge spelers. Dit kan heel veel voorvallen, en het is niet toevallig dat het bij jonge spelers is, dat dat daar is. Hè. Ja? Dus dan moet je ze natuurlijk goed op goed weten als ze de inmorgen. Dan hebben we onze voetbal. Ook nog iets waar er heel veel misverstanden over bestaan. Het is niet omdat de bal tegen de voet is dat het voetbal is. Er moet, heel belangrijk, een beweging naar de bal zijn. Er wordt veel te veel, heel dikwijls afgefloten. Bijvoorbeeld, je hebt daar de eerste 2 tekeningen. Speler is aan het dribbelen en ja, is aan het rondkijken of wat dan ook. En per ongeluk komt hij een bal op zijn voet. Geen voetbal. Speler is aan het lopen. Hij is niet echt goed aan een bal aan het kijken. En toch iemand van zijn ploeg past naar hem. Die bal komt tegen zijn been. Geen voetbal. Wanneer is het wel voetbal? Dat is speler 7 blauw. Die is aan het verdedigen. En de hele speler wil een pas geven. En hij raakt die met zijn voet. En hij doet effectief een beweging naar die bal. Dan is het ook een overtreding. Nu, voetbal, dat is niet alleen de voet, maar het is eigenlijk het volledige been. Ja, dus het volledige been, van in de heup eigenlijk, heel het been, wordt gebruikt voor voetbal. Dus het is niet alleen, voor alle duidelijkheid, de voet. Wat staat er eigenlijk gelijk met voetbal? Dat is dan die laatste tekening, dat is de vuist. Het is niet de bedoeling dat spelers met hun vuist naar een bal gaan. Ja? Als dus het met 2 gaat en bijvoorbeeld men mist in een bal of wat dat er ook gebeurt, men wordt eventjes uit evenwicht gebracht en men raakt dan de tegenstander, ja, dat is niet mooi. Hè? Dus dat mag ook niet. Dus als er iemand met zijn vuist naar de bal gaat en die raakt die bal, dan gaat de scheidsrechter ook fluiten voor een overtreding. Alleen bestaat daar geen signaal voor. Het andere is, bij voetbal gaat er dit gebeuren, gaat de scheidsrechter wijzen naar zijn voet en dan een bepaalde richting uitwijzen voor deze overtreding met de vuist, daar bestaat eigenlijk geen signaal voor. Voilà. Dat was een stukje overtredingen. Ik heb gezien dat Rudy al redelijk wat van de chat opgelost is. Ik weet niet, Rudy, of wat er nog... Ja, die flexibiliteit en nuances van die seconden. Ja. Daar moet je de nuances leggen tussen seniorwedstrijden en jeugdwedstrijden. Dus jeugdwedstrijden U14, U16 kun je... vooral dan bij jongens en bij meisjes uiteraard ook, kunt je enorm groot gestalteverschil hebben tussen de spelers op die leeftijd. Wat maakt dat je die 3 seconden iets strikter moet gaan bekijken en afstraffen als daar misbruik van gemaakt wordt door die grote spelers. Dus wat willen we niet? Dat de grote spelers gaan parkeren in het beperkend gebied, 3 seconden gebied, en dan daar de bal gaan krijgen en te lang blijven staan. Dus wat kweken we dan? Dan hebben we luie spelers, dus dat willen we niet. We moeten spelers hebben die bewegen, in het beperkend gebied komen, de bal niet krijgen, er opnieuw uit. De terug in, de bal niet krijgen, er opnieuw uit. Dat ze bewegelijk zijn en dat ze niet gewoon hun gestalte voordeel gaan... Uitbuiten in feite, ja. Bij seniors gaat dat minder streng bestraft worden. Hè.
Als je kijkt naar hoogste niveau basketbal, dan ga je dat zelden zien dat dat nog gefloten wordt. Maar bij jeugd is het wel belangrijk dat dat een keer gefloten wordt. Ja. En dan die 24 seconden, daar was er ook een vraag over. En 24 seconden, ja, dat is wel zeer speciale materie uiteraard. Hè. Als je ziet op wedstrijden hoeveel fouten dat er nog tegen gemaakt worden. Dat is zeer speciale materie, maar daarvoor verwijzen we dan ook naar het spelregelbewijs, daar Tom straks nog iets zal over vertellen. Ja, en ook, ja, het staat dus inderdaad, ofwel de cursus voor de tafelofficial, die wordt ter plaatse ergens wel gegeven, of eens goed kijken naar de PowerPoint die staat op Basketbal Vlaanderen. Ik zie nog iets in de chat verschijnen. Dus de aanvaller die bewust de bal tegen de voet van de verdediger werpt, is geen overtreding. Nee, dat kan perfect. Natuurlijk, als die verdediger een beweging doet naar de bal, is iets anders. Maar als hij blijft zijn voeten op de grond staan, dan is dat geen overtreding. Maar je gaat in de zaal wel dikwijls horen van wel, voetbal, nee. Er moet echt een beweging naar de bal zijn, anders is het geen overtreding. Oké, dan gaan we naar de fouten. Je ziet misschien op de afbeelding van de scheidsrechter, zijn arm is een beetje veranderd. Gaat nog wel omhoog, maar in de plaats van dit teken komt er een vuist. Ja? Goed, dat is eigenlijk... Tom, ja, ja, ik heb hier een vraagje verschijnen. Een interessante vraag over de inbound. Dus over de inbound, het ingeven van de bal, ja, hè, is wel belangrijk. Op het moment, stel dat er een score is en de bal moet ingeworpen worden achter de eindlijn, dan mocht je gewoon volledig de ruimte achter de eindlijn gebruiken om te verlopen om de bal in te geven. Meer zelfs, je mocht zelfs binnen de 5 seconden de bal passen naar een middenmaat die ook achter de 5 seconden staat, achter de eindlijn staat, om de bal in te geven. Ja? Echter, bij een overtreding, daar is het beperkter. Daar moet je de bal, waar je de bal krijgt van de scheidsrechter om de bal in te werven, dan mocht je één normale stap doen naar links of één normale stap doen naar rechts, maar ook niet meer. Ja, dat is eigenlijk een beetje komt op neer. Naar achter mag je altijd. Hè? Dus als je de bal krijgt op een bepaalde plaats van de scheidsrechter voor een inworp na een fout of na de bal buiten is, dan mag je wel naar achter stappen, zover als je wil. Tot wanneer je naar de muur komt of wat er ergens een, ja, weet ik veel wat staat. Maar voor de rest is het inderdaad, je mag 1 metertje zeuren. Dus maar ofwel naar rechts ofwel naar links. Maar als je eerst naar rechts gaat en dan terug naar links, ja, dan heb je 2 meter gestapt. En dan, dus eerst links een meter en dan een meter terug, dat is 2 meter. Dus dat mag niet. Altijd rekening houden, 5 seconden tijd heb je en dan moet de bal weg zijn. En dan heeft Rudy inderdaad mooi de uitzondering gezegd en als nog, het gaat om bij een score. En nog één kleine kanttekening. Als het een terrein is waar achter de eindlijn of achter de zijlijn weinig ruimte is, zoals dat er in veel terreinen is, als ze in de breedte van het veld speelt, dan mag er niemand een meter, de verdediger ook op geen meter staan van de inworpnemer. Ja? Maar dat wil ook zeggen dat de verdediger dan niet mag komen, maar de aanvaller mag ook in die ruimte ook de bal niet komen opvragen. Dat is ook nog een kleine nuance. Ja, dat kan inderdaad wel gebeuren. Dat er bijvoorbeeld zaaltjes zijn wat er de muur onmiddellijk bijna tegen de zijlijn zit of zo. Dus dan gaat dus inderdaad dat gebeuren. Oké. Dan gaan we met de fouten. Goed, het principe van de fouten. En ja, dat maakt fouten juist interpreteren. Dat maakt het natuurlijk het moeilijke voor de scheidsrechters. Kan je misschien eerst nog dat vraagje beantwoorden? Wanneer begint de tijd te lopen na een doelpunt? Dat is, dus doelpunt is gescoord. Speler van ploeg A neemt de bal. Hij gaat achter de eindlijn. Hij gaat de inworp doen. En als de bal dan geraakt wordt op het terrein, gaat de tijd lopen. En dan gaat de scheidsrechter ook dit doen. Ja. Goed, basisregel bij fouten. Geen contact is geen fout. Zo simpel zit het. Als er geen contact is, kan er geen fout zijn. Er zijn 2 uitzonderingen op die basisregel. Dat is de technische fout. Ja. Dat is als er te veel door een speler of de coach van hun oren gemaakt wordt, bij manier van spreken. Of de uitsluiting door gedrag. Ja.
Iemand kan ook, als er echt overdreven wordt, als men mensen beledigt, racistische opmerkingen maakt, kan zijn dat een scheidsrechter beslist om iemand onmiddellijk uit te sluiten, de spelercoach maakt niet uit, en dan moet hij, dan is er geen contact geweest, geen fysiek contact met iemand, en dan wordt hij ook bestraft. Ja? Maar voor de rest, fout is, er moet contact zijn. Dus, en dan nog een grote nuance natuurlijk, niet alle contacten zijn fouten. Dat is ook heel belangrijk en dat maakt het alweer moeilijk, zoals ik daarnet zei. Want wat ga je dan als contact fluiten, wat ga je dan niet fluiten? En dat is ja, aan de scheidsrechters. En belangrijk, het is geen dat wij altijd vragen als referee coach, als wij naar de wedstrijd gaan kijken, om altijd hetzelfde niveau aan te houden. Heel de wedstrijd door. Als je in het begin van de wedstrijd iets fluit, moet je dat in de laatste 2 minuten ook fluiten. Ja. Goed. Ja, inderdaad, ik zie inderdaad een foutje. Ja, dat is inderdaad als in de laatste 2 minuten heb ik gezegd. Maar als er gescoord wordt, wordt de tijd niet stilgezet. Hè, voor alle duidelijkheid. Die blijft gewoon doorlopen. Ja? Dus bij een doelpunt gescoord gaat de bal gewoon genomen worden en weer in worden. Er wordt niet stilgezet. Alleen als er gefloten wordt. Goed dat dat opgemerkt is. Goed, dan. Van fouten hebben we een heel pak. Aanvallende, verdedigende, technische, sportieve, duwen, blokkeren, trekken, slaan, hoeking. Dat zijn er een hele reeks. En we gaan er straks nog wat meer over zeggen. Maar eerst een paar belangrijke principes. Dat is het cilinderprincipe. Je moet dat eigenlijk weten om te kunnen beoordelen. Ja, is het nu even de verdediger die een fout maakt? Is het nu de aanvaller die een fout maakt? Goed. Waarop heb je recht als verdediger? Dus de hele speler op de linkertekening, die staat met zijn handen zo. Ja? Je hebt dat van vooraanzicht en zijaanzicht. Je ziet dus dat die speler, dat groene gedeelte, is van die speler. Dus als daar iemand inkomt, dan is dat eigenlijk een contact dat veroorzaakt wordt door iemand anders. Zowel zijwaarts heeft men recht op die plaats als vooraan. Rechts zie je dan een hele speler die doelt. Wat gebeurt er eigenlijk? Hij ziet die lijn staan. Ja, verticale lijn. Die speler, die hele speler, is eigenlijk een beetje te ver gedribbeld. Die zit eigenlijk onder het doel. Zijn probleem is natuurlijk, ja, ik wil die scoren, maar ja, die blauwe speler staat in de weg. Wat gaat er dan gebeuren? Hij neemt contact. Dus hij gaat een beetje achteruit springen en er is een contact met die blauwe speler. Heel dikwijls wordt dat als een verdedigende fout gefloten van die blauwe speler. Wat het niet is. Die blauwe stond daar gewoon goed te verdedigen. Is het daarom een aanvallende fout? Ja, daarom eigenlijk ook niet. Dat hoeft niet. Het kan best zijn dat de scheidsrechters beslissen om niet te fluiten. Ja. Maar als dat contact zodanig hard is dat die blauwe speler achteruit gaat, dan is het in principe een aanvallende fout. Ja. Die blauwe speler heeft het recht om daar te staan. Bij de volgende dia gaan we het hebben over de verticaliteit. Dus je hebt dan niet alleen de ruimte rond u, dat je hebt als verdediger, ook als aanvaller eigenlijk, maar ook de ruimte boven u. Dus als je springt voor een shot, ja, dan heb je het recht om op diezelfde plaats neer te komen. Dat is uw ruimte. Ja, of als je springt als verdediger, dan mag je op die dingen terug, op die plaats terugkomen. Dat wil dus zeggen, rechts, blauwe speler, die staat met zijn handen over die verticale lijn. Dat wil dus zeggen dat hij niet juist staat. Hij moet volledig met zijn handen achter de verticale lijn staan. Nee, wat kan er gebeuren? Dat is, ja, die gele speler springt omhoog en die raakt de handen van de blauwe speler. Ook al had hij die stil. In principe is dat een fout van de blauwe speler, want die staat met zijn handen te ver naar voren. Ja, dus die staat eigenlijk zo. Dus daarvan moeten de scheiders goed interpreteren. Waar staat die verdediging? Waar staat de aanval? En wat is nu? Wie heeft het contact gemaakt? Dat is in dit geval heel belangrijk. Dus die principes van de cilinder en verticaliteit, die moeten goed geïnterpreteerd worden. Het ene probleem is dat je daar meestal niet veel tijd voor hebt als scheidsrechters. Dat je in een ogenblikje moet beslissen. Goed, we weten dat nu. Oké. Oei, eentje te ver. Ja. Legale verdedigende positie, wat is dat nu? Dat is als je met het gezicht naar de tegenstander staat, beide voeten op de grond, en je mag zijwaarts of achterwaarts bewegen. Ja? Dus gezicht naar tegenstander, beide voeten op de grond,
Zij was of achter bazenbeweging, niet naar voren. Als de verdediger naar voren verdedigt en hij heeft contact met de aanvaller, ja, dan is het een verdedigende fout. En dat moet de vraag van scheidsrechters om zoveel mogelijk af te fluiten. Die aanvallende fout, ja, hij stond niet stil, zegt men heel dikwijls. Ja, een verdediger moet niet stilstaan. Ja? Die mag gewoon verder doen. Ja? Dus die mag zowel zijwaarts bewegen, naar links, naar rechts, of achterwaarts. En als er dan een contact komt, ja, dan is het, kan het ook een aanvallende fout zijn. Hier zie je bijvoorbeeld op die foto, die witte speler 15, ja, die komt eigenlijk serieus in de cilinder van speler 7 rood. Ja? In dit geval ja, gaat de witte speler een aanvallende fout krijgen. Ja? Dus dat is heel overduidelijk hier. En wat letten de spelers, de scheidsrechters meestal op? Waar op het lichaam is het contact? Je ziet hier op de torso vooraan. Als daar een contact is van de aanvaller op de verdediger, dan is het meestal wel een aanvallende fout. Bijna 99%. Als er een contact is langs de zijkant op de verdediger, ja, dan is het heel dikwijls een verdedigende fout. Ja. Nu, er is een uitzondering en dat is de No Charge Semicircle. Dat is dus het stukje in het rood dat je hier ziet. Dat is juist onder de ring. Dat staat op het terrein met een lijntje aangeduid. Semicircle is eigenlijk een plaatsje waar dat de aanvaller in principe geen aanvallende fout kan maken. Als hij op een normale manier zijn lay-up doet bijvoorbeeld. Dus er staat een verdediger in het rode stuk, in de semicircle. De aanvaller gaat naar het doel. Die botst tegen de verdediger. Hij maakt zijn doel geen aanvallende fout. Ook geen verdedigende fout, in de meeste gevallen. Ja? Dus dat is een uitzondering. Dat is om te voorkomen dat spelers nog heel vlug onder de aanvaller gaan springen. Ja, de aanvaller eens in de lucht kan die toch niet meer weg. Ja, je kunt niet plots van in de lucht van richting veranderen. En daarom heeft men dat gecreëerd, die semicircle. Dat wil zeggen dat er daar geen aanvallende fout kan. Natuurlijk komt die aanvaller met zijn knie naar voren, of mijn elleboog naar voren, of weet ik veel wat, in die semicirkel gevlogen en hij raakt de verdediger, dan gaat er uiteraard wel een aanvallende fout komen. Maar een normaal shot, normale lay-up, gaat dat geen aanvallende fout geven. Dan een woordje uitleggen over een screen. Daar wordt in basketbal heel veel op getraind door de coaches, om een heel degelijk screen te kunnen zetten. Want als dat goed gezet is, ja, dan is dat een ideaal moment om u vrij te spelen, uiteraard. Nu, wat is de voorwaarde van een goed screen? Moet in het gezichtsveld van de verdediger staan, dan mag je tot tegen de verdediger komen, zoals op de foto eigenlijk. Dus je ziet die speler wit, nummer 12, ja, die komt eigenlijk tegen die grote groene speler, geen enkel probleem. Die stond dus in het zicht, de groene speler stond in het zicht van de speler met nummer 12, die gaat er tegen, oké. En de spelverdeler, die kan dan perfect hup, zijn mannetje kwijt zijn. Dat is dus de bedoeling van een screen. Het is hier heel goed gezet, het is niet te breed. Dus die ruimte die de groene speler, de grote groene speler inneemt, is eigenlijk perfect. Ja? Als echter dat screen is echt wat buiten het gezichtsveld, bijvoorbeeld achter een speler, of een beetje meer opzij, dat hij eigenlijk de verdediger het eigenlijk niet kan zien, dan moet er minstens één stap tussen zitten. Als je de verdediger hebt, die met zijn gezicht naar daar kijkt, dan mag je niet onmiddellijk achter hem je screen zetten. Dan moet je ruimte laten, want die verdediger kan eigenlijk niet weten dat er plots iemand achter hem staat. Ja? Want dat is om te vermijden als je zich omdraait en dat plots tegen iets tegen jouw grote speler botst en dat kan alleen kwetsures tot gevolg hebben. Ja? Nu, dat hebben we ook een signaaltje voor natuurlijk. Wordt eerst de fout gefloten met de vuist in de lucht en dan gaat de scheidsrechter zijn twee handen in de heupen plaatsen. Dat ze wil zeggen, ah, dat screen, dat stond hier niet juist. Ja? Screen moet ook stilstaan. En daar wordt ook nog wel een keer fouten tegen gemaakt. Dan hebben we nog een heel pak andere zaken die niet mogen. En waarvan we ook signalen hebben. Bijvoorbeeld vasthouden. Ja. Hinderen, heb ik er juist al gezegd. Duwen. Hup. Handchecking. Handchecking wil zeggen dus de speler is aan het dribbelen. En die verdediger is constant in die heup van die speler aan het duwen of aan het vasthouden of wat dan ook. Dan willen we eruit.
We zien dat nog veel te veel op een terrein, dat bijvoorbeeld een guard, een spelbeheerder, niet kan opdribbelen, omdat er een verdediger constant in zijn zij zit te duwen. Dan moet weg. Dus dan moet de scheidsrechter in principe fluiten, en dan moet hij dit teken doen. Ja. Dan hebben we nog een aantal teken. Dit bijvoorbeeld, onhoorlijk gebruik van de handen. Dan hebben we doordringen met de bal. Het hoeft niet altijd een aanvallende fout te zijn, maar wordt wel dikwijls gefloten met een aanvallende fout. Dan hebben we een foutief contact tegen de hand, heel dikwijls op een shot. Laat dus dit gebeuren, als signaal. Hooking. Bijvoorbeeld, de speler is aan het dribbelen, hij wil een andere voorbij, en hij met zijn andere hand, hup, die speler verdediger vastnemen om er voorbij te geraken. Ja, die verdediger kan op dat moment natuurlijk niet verdedigen, dus dat wordt dan ook afgefloten. Dat is dan heel dikwijls een aanvallende fout. En dan hebben we nog twee. Zwaaien met de ellebogen, mag ook niet. En tegen het hoofd slaan, dat mag ook niet, uiteraard. Ja. En dan hebben we nog een aantal signaaltjes. Ja, dus we hebben dus die inworp. Dat kan gebeuren. Bijvoorbeeld, er is een fout gebeurd. Er was geen shot, dus gewoon een fout. We hadden ook nog geen ploegfouten. Dan gaat er gewoon inworp zijn. De voorwaarden hebben we er juist al gezegd. Je gaat inwerpen zo dicht mogelijk bij waar de fout gebeurd is. En de scheidsrechter geeft dan de bal aan de speler. En dan moet hij binnen de 5 seconden inwerpen. Mag hij er maar 1 metertje verplaatsen. Enzovoort. Ja, dat kan bij. Dat is een van de sancties. Vanaf de 5e ploegfout zijn het altijd vrijworpen. Goed. Nu, er kunnen ook vrijworpen zijn als er een fout gemaakt wordt op het shot. Vertrekt het shot vanuit het 3-puntgebied, dan gaan 3 vrijworpen zijn. Van binnen het 2-puntgebied, 2 vrijworpen. En is er een fout gemaakt op het shot en gaat de bal binnen, dan krijgt hij nog een bonus vrijworp, dus 1 vrijworp. De scheidsrechter gaat dat ook, die signalen doen. Hij gaat dus zeggen 1, 2 of 3. Ja. Dus je gaat het allemaal zien. Wat gebeurt er nu eigenlijk als er iets gebeurt op het terrein? Gaat de scheidsrechter fluiten, een fout fluiten, en dan gaat hij naar tafel, hij of zij, en daar wordt de communicatie gedaan. We zeggen ook al, de scheidsrechter doet dat niet te vlug, zodat iedereen kan volgen, en dat er geen misverstanden bestaan aan de tafel, zodat degene die aan tafel zit om te noteren, dat ook kan mooi noteren. Dus eerst gaat het zeggen van, wie heeft er nu juist een fout gemaakt? Dan komt de speler, bijvoorbeeld 6 heeft een fout gemaakt. Wat heeft hij gedaan? Die heeft, terwijl dat de andere aan het shotten was, op zijn, de shotter zijn hand geslaan, en die stond in het 3-puntgebied buiten, dus hij had 3 vrijworpen mogen geven. Ja? Dus dat is eigenlijk hoe alles loopt. Als er bijvoorbeeld geen vrijworpen zijn, bijvoorbeeld ja, speler 11 ja, heeft geduwd en we gaan gewoon inwerpen, dan gaat hij dit signaal doen met gestrekte arm in de richting van waar dat er gespeeld wordt. Dus dat is eigenlijk wat er allemaal aan tafel gebeurt. Nu, als het scheidsrechter zo een paar keer naar tafel geweest is voor speler 6, ja, bij de 5e keer gaat de tafel een signaal geven en zeggen, oei, dat is zijn 5e fout, of haar 5e fout. De speler moet naar de bank. Die speler die mag op de bank blijven zitten. Die moet niet naar de kleedkamer, die mag daar gewoon blijven zitten en verder naar de wedstrijd kijken. Uiteraard mag die niet meer verder spelen. Hij wordt uiteraard ook wel vervangen. Dus er mag iemand in zijn plaats op het terrein komen. Geen enkel probleem. Dan hebben we een aantal speciale gevallen, hoor. Eerst en vooral de dubbele fout. Dubbele fout wil zeggen dat 2 spelers tegelijkertijd een fout maken op elkaar. Dus speler van ploeg A maakt een fout op speler van ploeg B en diezelfde ploeg van ploeg B maakt een fout op ploeg A. Dus meestal 2 spelers die tegen elkaar zo aan het duwen zijn. En dan is het soms heel moeilijk als scheidsrechter om te weten, ja, was die nu de nezer die begonnen is of de andere? Als dat niet echt duidelijk gaat met een dubbele fout fluiten, dan gaat men zo fluiten. Zo, dan gaat men dit signaal doen. En dan gaat men zeggen, kijk, aan de tafel eerst van die ploeg was nummer 6, van die ploeg was nummer 7. En men gaat gewoon verder doen met het spel. Had op dat moment ploeg A bal bezit, dan blijft ploeg A in bal bezit. Bij de inworp is dan ploeg A. Had ploeg B bal bezit, gaat ploeg B moeten inwerpen. Was er gescoord, dan gaat normaal gezien degene die moet inwerpen na de score gewoon moeten inwerpen. Dus het spel gaat eigenlijk gewoon verder. Alleen zijn er 2 bijkomende fouten op het wedstrijdblad gezet. Dan hebben we technische fout, daar heb ik het eigenlijk daar juist al een beetje over gehad. Dat is eigenlijk voor het verbale. Dus signalen doen van, oh, was het
of scheidsrechter fluit iets en speler of coach, ja, die zijn er niet mee akkoord. Dat is dus eigenlijk een beetje van het verbale of het non-verbale voor een stukje. Maar hier kan je nog een technische fout krijgen, dat is bij flopping. Bijvoorbeeld, er is een heel licht contact en die speler vliegt daar bijna 5 meter verder. Dan zei de scheidsrechter, oh, dit kan niet. Dat is eigenlijk een beetje acteren. Dat willen we niet op een terrein. Je moet dat niet overdrijven. Dus dat is faken, dat is flopping. Wat gaat de scheidsrechter dan doen? Hij gaat dit teken geven. Ja. En eigenlijk gaat het spel op dat moment verder. Terwijl hij zei dat die flopping echt heel erg was, dan gaat de scheidsrechter fluiten. Dan gaat hij ook dat teken doen. En gaat de speler een technische fout krijgen. Ja. Dat is dus bij flopping. Dat willen we er niet in de wedstrijden. We willen geen toestanden dat er iemand, ja, bij manier van spreken, kijkt men daarnaar en ze zijn al op de grond, dat willen we niet. Maar je kan je nog een technische fout krijgen, als bijvoorbeeld er is gescoord, dus ploeg A shot, bal gaat binnen, en dan is het toevallig een speler van ploeg A die een bal die even wegtikt. Ja? Daarom moet er nog niet onmiddellijk een technische fout, er kan eerst nog een waarschuwing volgen. Maar hij doet dat eigenlijk om vlug zijn verdedigende positie kunnen innemen. Natuurlijk, ploeg B is daar en zal dat niet leuk vinden. Dus je gaat dat als scheidsrechter gaan, maar dan ook bestraffen. Of als het echt overdreven is, ga je misschien de eerste keer al tennissen, maar we raden dan niet aan. Vanaf de tweede keer zeg je van, of je zegt bij de eerste keer een waarschuwing, want de volgende keer dat je dat doet, is het een technische. En de volgende keer dus geef je dan ook een technische. Het andere, wanneer kan dat ook nog, dat is overdreven lang aan de ring blijven hangen, maar het is nog altijd basket, mag een beetje spektakel zijn. Dus dat wordt wel weinig gefloten. Dus die technische fout daarvoor. Goed, nu er wordt een technische fout gefloten. Wat is de sanctie? 1 vrijworp en we gaan verder doen. Dat is een beetje zoals daar juist bij die dubbele fout. Bijvoorbeeld speler van ploeg A is aan het dribbelen. En er is een technische fout gefloten. Er gaat dus 1 vrijworp genomen worden. En dan gaat speler A, of gaat ploeg A mogen inwerpen. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij die dubbele fout. Dan hebben we nog de inworp fout. Dat is een fout op het terrein in de laatste 2 minuten als de bal nog bij de speler of de ref is voor inworp. Wat gebeurt er? Er is ergens iets gebeurd, de bal is buiten. We zitten in de laatste 2 minuten van het spel. Scheidsrechter heeft nog de bal of hij heeft de bal aan de speler die naast hem staat. En terwijl die speler die een bal nog vast heeft voor de inworp, gebeurt er op het terrein een fout. Ja. Goed, later, meestal zal dat een collega zijn die dan fluit. Gaat hij zeggen, oei, dat is een inworpfout. Dat wil zeggen dat er een vrijworp komt. En er gaat ook ingeworpen worden op de plaats waar die fout gebeurd is. Dat komt niet zo heel veel voor, maar het kan voorvallen. Ja? Dat is eigenlijk een beetje sancties ongeveer gelijk aan tijdens de fout. Dus 1 vrijworp, het spel wordt stilgezet. Maar er wordt wel ingeworpen op de plaats waar het de fout gebeurd is. Dan hebben we nog de onsportieve fout. Onsportieve fout, daar hebben we een aantal criteria voor. Belangrijkste staan hier, een hard contact. Een contact met een andere speler om het spel stil te leggen. Dus zo tactische fout noemen we dat. Of bijvoorbeeld ook geen intentie hebben om de bal te spelen. Ja? Dat is een onsportieve fout. De sanctie daarvan is 1, 2 of 3 vrijlopen naar gelang. En balbezit aan het inworpstreepje. Volledig in het begin, als ik dat terrein laten zien heb, had ik zo een rode cirkel staan rond dat inworpstreepje. Dat is voor beide ploegen, hebben zo eentje. Dus daar wordt de bal ingeworpen. Dat is altijd aan de overzijde van de tafel. Ja? Dus wel aan het inworpstreepje, niet in het midden, vroeger was het in het midden, maar nu staat het een stukje ter hoogte van de driepuntlijn, is dat eigenlijk. Dus daar wordt ingeworpen. Nu, wanneer zijn het nu 1, 2 of 3 verworpen? Ja, het is eigenlijk vrij simpel. Als het gewoon tijdens de spel is, zijn er 2. Ja, was het op een shot en dat gaat binnen, is het 1 verworp. En was het een driepunter dat geshot werd, en er wordt daarop een onsportieve fout gemaakt, ja, dan zijn het 3 vrijworpen. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat in elkaar zit. Dan hebben we nog onze uitsluitingsfout. Dat kan zowel, zoals ik daar juist al gezegd heb, verbaal of fysiek zijn. Ja, dat kan verbaal enorm tekeer gaan zijn, of fysiek, dat het echt zo'n zware fout is, dat een onsportieve fout niet genoeg is, en dan gaat er een uitsluitingsfout komen. Hetzelfde principe bij de sancties. 1, 2 of 3 vrijworpen, naar gelang is er een shot, geen soort, gaat even het shot binnen gaan, dan gaat het dus afhangen. En ook balbezit voor dit, aan het inworpstreepje. En wat we zeker niet zoveel liefst niet hebben op een terrein, dat is vechten. In vechten is het heel simpel. Iedereen die vecht, ja, die sluit je liefst uit. Maar ook de bankzitters. De bankzitters die op het terrein komen,
En die dan, zelfs al is het om dus degene die vecht uit elkaar te trekken, die worden allemaal uitgestoken. Er zijn er maar twee die op het terrein mogen komen om effectief tussen te komen. Dat zijn de coach en de assistant coach. Komen die op het terrein om de vechtenden uit elkaar te halen of hun spelers bij zich, bij hen te noemen, geen probleem. Komen die echter op het terrein om ja, mee te vechten, met manier van spreken, of om het een beetje olie op het vuur te gieten, ja, dan hebben we ook nog een uitsluiting voor de coach en of de assistant coach. Het aantal vrijwapens is heel ingewikkeld, dat gaan we het hier niet over hebben, maar normaal gezien gaan er wel vrijwapen zijn. En dan gaat er ook een verslag opgesteld worden naar de rechterlijke raad en dan gaat dus ja, die spelers wel een of andere sanctie krijgen. Goed, nu, het is wel zo dat juist bij die vijfde fout mag de speler op de bank blijven zitten. Dat is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld als een speler uitgesloten is, ja, dus direct uitgesloten, gedisqualificeerd, dan moet hij onmiddellijk naar de kleedkamer. Of hij mag ook de sporthal verlaten, maar niet meer in de sporthal, ook niet in de cafetaria, die moet weg. Wanneer moet hij nog weg? Bij twee onsportieve fouten. Dus de speler heeft twee onsportieve fouten gemaakt. Dat hoeven daarom geen erge fouten zijn. Dat kan gewoon twee keer het spel proberen te onderbreken om balbezit, om dus de aanval af te stoppen. Ja, dat hoeven geen zware fouten zijn. Goed, dan moet hij ook de zaal verlaten. Mag in de kleedkamer gaan zitten, maar mag niet zichtbaar zijn. Maar ook niet in de cafetaria. Mag ook buiten gaan, geen enkel probleem. Wanneer nog, als iemand twee technische fouten heeft, moet hij verdwijnen. Of een combinatie van een onsportieve en een technische fout. Dat moet ook verdwijnen. Voor de coach is het zo. Het bestaat ook dat de bank, dat zijn spelers op de bank, een technische fout krijgen. Ja? Als er drie technische fouten van de bank zijn, dan moet hij ook. Dat wil zeggen eigenlijk dat die coach aan zijn bank, die speler op de bank, eigenlijk niks te zeggen heeft. Ja, dan moet hij ook verdwijnen. Ja, dus dat zijn zaken die ook wel eens voorkomen. Maar op zich wordt er voor die eerste wel een verslag gemaakt voor de disqualificeerde fout. Maar voor de rest niet. Als die spelers gewoon vertrekken of de coach vertrekt gewoon aan te kleden. Goed, dat is geen enkel probleem. En de meeste spelers weten dat ook wel stilletjes aan, dat ze als ze twee onsportieve hebben of twee technische, dat ze moeten verdwijnen. Dus het is wel zo, de scheidsrechter moet dat niet onthouden. Er zijn de mensen aan tafel die signaal geven van, oh, let op, die speler heeft één onsportieve en een technische of twee technische, of de coach heeft al een technische gehad en dan nog twee van de bank of zoiets. Dus dat speelt wel een rol. Dat gaat de tafel de scheidsrechter op de hoogte brengen. Zo, straks geef ik nog eventjes gelegenheid voor vragen hier rond. Maar eerst nog een beetje een paar andere zaken. Vanaf deze week, volgende week, beginnen we met iets nieuws. Dat is spelregelbewijs. We hebben een nieuwe e-learning voor officials ontwikkeld, referee learning. Dat is eigenlijk een volledige cursus die vroeger gegeven werd in een zaaltje, die men nu theoretisch online kan volgen. Die online cursus, e-learning uiteraard, die bestaat uit filmpjes, foto's, gesproken, ingesproken zaken. Dat is perfect, dat duurt wel een tijdje dat je het allemaal hebt, maar je kan ook niks overslaan, je moet die volledig volgen. Dus heb je daar interesse voor? Iedereen mag dat trouwens eens proberen, dat bekijken, of dat proberen te behalen, dat spelregelbewijs. Maar dat is eigenlijk de vroegere scheidsrechtercursus die we niet meer per plaats geven, maar die we nu online geven. Binnenkort start de campagne hierover, dus je kan dat nu nog niet uitproberen, dat lukt nog niet. Maar ook de eerste data voor de eerste cursussen van Official liggen al vast. Dus die worden ook gecommuniceerd aan de clubs. Als je interesse hebt, vraag eens aan de secretaris of secretaresse van de club om u op de hoogte te houden. Of kijk eens naar Basketbal Vlaanderen, de agenda. Daar staat dikwijls ook heel wat informatie op over watgeen dat wij doen als vorming dan over de scheidsrechters en ook om nieuwe scheidsrechters aan te werven. Want het zal hier vermoedelijk al niet ontgaan zijn dat we heel veel nieuwe scheidsrechters kunnen gebruiken. Dus dat is spelregelbewijs, dat is totaal nieuw. De campagne gaat er rond starten, zodat het voor iedereen duidelijk zal zijn wat het juist is. Maar het is eigenlijk, ja, zoals je een e-learning in school hebt, heb je dat hier ook. Dus we gaan proberen de cursus aan te reiken. En op het einde moet je dus een soort examentje afleggen en heb je daar 65% op. Dan krijg je een spelregelbewijs en kan je dus inschrijven voor de cursus. Bij de eerste cursus aan mijn omgekeerd werk, gaan we eerst moeten inschrijven en dan pas kan men toegang krijgen tot de e-learning. We hebben eigenlijk naar het officials toe, hebben we drie soorten officials. De youth official plus en official. Youth official, dat is
Die gaan alleen fluiten lager brengen. En dan gaan we een heel korte, iets van 4 uur, praktijksessie voorzien. Dat wordt op verschillende plaatsen ook, excuseer, georganiseerd in Vlaanderen. Dan hebben we de Youth Official Plus en de Official. Die twee zijn eigenlijk al twee official. Ja. Het enige verschil is dat de Youth Official Plus ook in zijn eigen club mag fluiten. We gaan dat, dat is iets nieuws. De bedoeling is dat de Youth Official Plus ook in hetzelfde systeem zit als de officiële scheidsrechters. En dat hij ook aangeduid wordt, maar op zijn eigen club, samen met een official. Dus iemand van buiten de club. Zo gaat dat voor de jonge mensen misschien de drempel om official te worden verlagen. Zo kunnen jonge mensen die geen vervoer hebben of moeilijk vervoer hebben, eerst in de eigen club fluiten, hebben de cursus gevolgd, hebben een examen gedaan, zijn geslaagd, dan zijn ze Youth Official Plus en dan beslissen ze om dat te worden. Ik kan pas official worden vanaf 14 jaar. Ja? Dus je moet 14 jaar zijn om, dat staat zo in het reglement, om official te worden. Maar de opleiding voor Youth Official Plus en official is juist hetzelfde. Alleen, official gaat overal gaan arbitreren. Hè? Dus die gaan aangeduid worden. Nu overal, dat is ook niet echt juist. Er wordt meestal nog wel een beetje rekening gehouden met de verplaatsing. Niet te ver, uiteraard. En zeker niet in de lagere reeks. Hè. Dat is dus eigenlijk wat op de planning staat. Dat is het spelregelbewijs waarmee dat we gaan proberen om zoveel mogelijk nieuwe scheidsrechters aan te trekken. Stel een viertal sessies vast. De vijfde is op komst. Daar krijg je nog meer informatie over. Dan nog eventjes terug dat mini-basketbal foldertje of affiche. Ik heb eruit gezien dat er iemand, en dank daarvoor, de link in de chat gezet heeft. Dus je hebt inderdaad een zwart-wit en een oranje versie. Dus best, zeg eens, als het nog niet is bij je club, laat dat afdrukken, laat dat pacificeren en leg dat op tafel. Dat is het handigste voor iedereen. Dan, waar kan je dus al die informatie vinden? Wat ik nu gezegd heb, het spelreglement bijvoorbeeld, dat is normaal gezien een turf van zo dik. En daar doe je normaal gezien wel iets langer over dan dit uur en half bijna. Dit was heel erg bij elkaar gedrukt. Dat vind je dus op de documentenbibliotheek van Basketbal Vlaanderen. Vind je de documentenbibliotheek niet recht dan bovenaan Basketbal Vlaanderen, heb je een zoekje, een balkje met zoeken in. Daar typ je in documentenbibliotheek en dan kom je hierop terecht. En dan kan je aanduiden wat je wil weten over de spelregels bijvoorbeeld. Dan kan je daar de spelregels te zien krijgen. Voilà. Dat was het voor mij. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust. En ondertussen zie ik ook dat Rudy al redelijk wat vragen beantwoord heeft. Het was dat iemand dat de vraag stelde, als we geen officiële scheidsrechters hebben, wat moeten we doen? Dat moeten we, dan moet die wedstrijd gespeeld worden als dat een jeugdwedstrijd is. Hè. Ja. Maar deze presentatie gaat normaal in de Basketbal Vlaanderen komen. Ja, ik vermoed, er is een opname gemaakt, vermoedelijk gaan ze die er ook op zetten. Dus beide zullen te vinden zijn. Eén zal op de site, het filmpje zal op de YouTube kanaal van Basketbal Vlaanderen zijn. En in de documentenbibliotheek ga je dan normaal gezien de PowerPoint kunnen gebruiken. Nu, wel opletten, daar zijn altijd wel wijzigingen. Het is daarmee dat op de eerste dia staat 2023-2024. Dus let wel op dat je zeker die van vorig jaar niet gebruikt. Dus er zijn niet veel wijzigingen, maar toch een klein beetje. Maar en volgend jaar proberen om deze PowerPoint up-to-date te houden. Er kunnen altijd wijzigingen zijn. Is dit een interessante vraag? Wat als de coach het veld moet verlaten in een U14-wedstrijd? Of dat mag zelfs een U16-wedstrijd zijn? Nu, in dit geval, wordt de kapitein van die U14 wordt in feite coach. Maar een U14-wedstrijd kun je niet verwachten dat die gasten dan, dat er daar wel leiding in zit. Dus wat hebben wij geadviseerd aan de scheidsrechters op de laatste algemene vergadering, om een volwassen persoon dan op de bank te plaatsen om die coaching over te nemen. Dat kan een ouder zijn, dat kan iemand zijn die aangesloten is bij de club, om het even wie, maar die mens die dan de taak van coach overneemt in die situatie, die zal
zijn naam moeten zetten bij de opmerkingen, naam en geboortedatum, zodat de scheidsrechter daarvan op de hoogte is dat die mens dat gaat delegeren. Ja, er is dus geen maximum leeftijd voor de scheidsrechters. Als die oudere mannen stoppen met fluiten, dan vrees ik dat er nog veel meer wedstrijden zonder scheidsrechters zullen zijn. Ja. Natuurlijk, wij willen niks dan allemaal jongere mensen aantrekken, maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Dus omdat het zo belangrijk is dat de clubs ook spelers, speelsters sensibiliseren om ook scheidsrechter te worden. Misschien af en toe eens laten fluiten, om het al een beetje te leren kennen. Want het is inderdaad, ik zie je de opmerking toch wel technisch, ook, ja, maar je leert dat niet op één moment. Hè. Je moet, ja... Ja, dat is te zien. Tijdens een match mag niemand aan tafel. Als die persoon niet onwel wordt, ja, dan mag die wel vervangen worden. Ja. Ja. Of het kan soms zijn ook dat bijvoorbeeld iemand die aan de krono zit of aan tafel, dat die ja, denkt dat hij aan de supporters is. Dat is ook niet de bedoeling. Dat die ja, niet vrijwillig, maar verplicht moet vertrekken. Kan ook. Tja, heeft hij dan vastgebonden? Natuurlijk, dan moet je wel een vervanger hebben. Hè. Als club. Ik zie Stefan. Als je volledig naar boven scrolt in de chat, daar vind je de link terug. Naar dat documentje. Ja. Poster, het is eigenlijk poster regels minibasket. Ja, en bijkomend staat er ook nog ook tamelijk wat uitleg over ja, voor verdediging, meer uitleg bij, daar staat er ook bij. Hè. Ja. Bijvoorbeeld U10 en U12 moeten een strikte man-to-man defense uitgevoerd worden. En mag er niet in een zone of een halve semi-zone gespeeld worden? Dat mag niet. Als dat wel gebeurt, dan moet er een technische fout gefloten worden tegen de coach die dat op die manier laat spelen. Maar die afwijkende regels zijn best inderdaad dat je dat blad ja. op de tafel legt. Ja, want de ouders komen ook maar meestal 2 jaar in aanmerking. Met, ja, als hun zoon of dochter volgen, dat is 2 jaar U8, dan is het U10 en dan is het U12. En ja, dat schuift ook op. Maar de basisregels zijn natuurlijk de regels die we van nu uitgelegd hebben. Maar er kunnen afwijkingen zijn naar lang de reeks. En soms is de discussie, en als dan dat blad er ligt, dan is het gemakkelijk. De meeste afwijkende regels zijn de tijdsregels. Hè? Omdat 3 seconden niet van toepassing zijn, 5 seconden niet van toepassing bij een worp, 8 en 24 seconden zijn niet van toepassing. Dan verdediging man-to-man verplicht te verdedigen. En ook full court press mag ook niet. Als er, als er te veel scoreverschil is, zo, het zijn nog allerlei regeltjes die het... ja, die ervoor moeten voor zorgen dat er voldoende spelplezier is bij die jonge kerels, bij die jonge gasten, bij die jonge meisjes en jongens. Ja, uiteraard niet, nee. Maar dat wil zeggen dat er man-to-man strikt moet zijn, dat er de verdediger constant zijn eigen man verdedigt. Natuurlijk, als dan de andere ploeg in aanval is, dan mogen zij kiezen voor iemand anders te verdedigen. Maar je mag niet overnemen, dat mag je niet doen. Je mag niet switchen, zoals ze zeggen. Of screens zetten, mag je ook niet doen. Dat is niet altijd eenvoudig voor dat te detecteren ook. Zo.
En mocht je nog vragen hebben en je ziet ons toevallig of andere mensen van de vorming of zo op het terrein of naast het terrein, ja, vraag maar. Hè. Of stel ik je voor. Of... Oh, nu zien we u nog beter. Ah, top. Ik zie je ook groots, hè. Waarom moet de bal altijd terug naar de scheidsrechter bij een overtreding of bij een fout? Dat is om, vooral bij vroeger, heeft dat nog niet geweest, maar om bijvoorbeeld als de bal buiten had, om geen het duw en het trek aan die bal te krijgen. Dat is de reden. En na een fout uiteraard om, ja, ofwel moet de bal ingegeven worden op zijn lijn, ofwel zijn het vrijworpen dat er mogen gegeven worden. Hè. Ik denk dat de vragen gesteld zijn. Ik heb ook die indruk. Ja, Rudy, ik ga je straks nog wat vragen stellen. Ja, oké. Okay. Sabidi. Dus nogmaals, mocht er u nog iets te binnen schieten in de loop van de dagen of weekend, stuur gerust een mailtje. En we zullen dat zo vlug mogelijk proberen te beantwoorden. Ook over vragen over cursussen of zo, als je het niet vindt. Kunnen we altijd helpen om dat op te lossen. En nog eens, maak reclame om de cursus te volgen. Of volg hem zelf. Dat is in feite het beste dat je kunt doen. Zou kunnen zeggen, volg de cursus, word scheidsrechter en word gigantisch rijk. Maar dat is een leugen. Oké, okay. Voilà, ik zie niks meer komen. Ja, oké. Okay. Dan gaan we. Nice. Bedankt afsluiten. Om te luisteren en misschien tot de volgende keer. Voilà.